Trent takes me to his multi-purpose home studio, which is also used for the rehearsals with his band Rowan Herzer. Come, Billy. Oh, wow. What a man cave. Ja, de man cave. Man cave. Yeah. Hier zit ik dag en nacht. Dus ja, oefenen, repeteren, opnemen, ontwikkelen. Dus alle demo's worden gemaakt hier. Dus, wow. Ja, en hier zijn de trekzakken. Dus, wow. Deze gebruik ik meestal met de band. Die zit een beetje onder het bier. En zelfs, kijk, onze manager pakt de accordeon op. Yeah. En toen struikelt hij. Nee. We hebben een manager van over de 100 kilo. Dus vol, managers. Vol op de tracks. Ja, die is, nee. Die is hier helemaal gebroken. Nee. Dus heb moeten plakken. Ja, toen heb ik echt een 3 dagen niet geslapen. Dus wat was. Wow. Want je gaat je toch aan zo'n ding hechten. Want dit is eigenlijk mijn beste vriendin. Ja. Ja, mijn huidige accordeon, hij is eigenlijk heel goed. Ik ben er zo mee volgroeid, ook qua klank en qua stemming. Maar je hebt wel een soort van beperktheid. Hij heeft maar 2 registers. Dus enkelkorig en dubbelkorig. En soms wil je ook wel een andere klank. Deze heb ik gekocht in een tweedehands winkel. Wow. Maar die is echt heel zwaar. Ja, yeah, it looks it. Maar die is ook bijna. Ik ben dat bijna niet gewend om een groot accordeon te spelen. Maar ik heb die echt gekocht om deze klank. Wow. Kijk, deze. Beetje bandoneon-achtig. Yeah. Dus, deze klank, die ga ik langs deze 2 koren zetten. Dus dan krijg je een 2-korige klank. Maar daarop zit die 4-voet, die is hoger. Daardoor wordt die trekzak, of de accordeon, denk ik, dat weet ik nog niet zeker, right, dat die wat feller wordt.